Bas Smit verwacht ook dit jaar weer problemen bij zijn zomerfestival De Amsterdamse Zomer. Ongetwijfeld zullen er dit jaar ook dingen misgaan bij ons, zegt hij. Elk jaar is er wel gedoe rond De Amsterdamse Zomer, het muzikale evenement van Bas Smit en Nicolette van Dam in Amsterdam. Vooral twee jaar geleden ging het goed mis, maar vorig jaar gebeurde er ook iets heel gênants. André Hazes junior werd midden in zijn set van het podium gestuurd. Hij was zo boos dat hij iemand wilde slaan. Het zomerfestival van Bas en Nicolette vindt vrijdag en zaterdag weer plaats, maar helaas voor het tweetal wordt er niet bepaald mooi zomers weer voorspeld. Sterker nog, de concertavonden dreigen letterlijk in het water te vallen. Tot overmaat van ramp zijn de kaartjes ook nog niet uitverkocht en daarom geven de twee nu een interview in de Telegraaf. De krant vraagt zich af: in hoeverre is de druk hoger voor deze editie? Mensen vonden het hartstikke leuk, maar er gingen inderdaad ook dingen mis. Het is logisch dat dat overal wordt vermeld, want wij vergroten zelf ook enorm uit wat we allemaal doen. Bas baalt soms een beetje van de aandacht. Wij zijn natuurlijk bekende gezichten, waardoor je er ook eerder persoonlijk op aangesproken wordt. Bij andere festivals gaat ook wel eens wat fout, alleen die meneer of mevrouw die het organiseert is vaak onbekender. Helaas vreest de influencer dat er ook dit jaar weer iets fout gaat. Ongetwijfeld zullen er dit jaar ook dingen misgaan bij ons, maar dat hoort er ook een beetje bij. En we leren ervan. Als Bas en Nicolette al die aandacht zo vervelend vinden, dan kunnen ze toch ook gewoon hun selfiecamera uitzetten? Dat ding draait overuren. Ik vind het soms wel moeilijk dat je onder een vergroot glas ligt als je veel deelt. Nick is daar veel professioneler in, zegt hij. Nicolette voegt toe: Mensen moeten uiteraard benoemen wat ze niet goed vonden, maar we kunnen wakker liggen van het idee dat mensen ontevreden zijn. Het lijkt erop dat Bas zich enige zorgen maakt om zijn imago. Want hij overweegt nu een deelname aan een BNS-show. Het zou goed zijn voor mijn boegondische buikje als ik mee zou doen aan Expeditie Robinson, Nicolette is namelijk echt een feeder. Maar het zou ook goed zijn, omdat mensen dan een ander beeld van me krijgen. Wellicht zouden ze zien dat ik meer ben dan lachen en gekkigheid.